Bij Nijenburg Vermogensbeheer willen de ontwikkelings op de beurs op een voet volgen. Het is al de 12e dij op Riegen dat het minget. Echt slecht wieden de cijfers de Auron-periode net. Het is meer het emotionele stuk van de economie, de overdrijvingsfase waar we in zitten, de paniek die ontstaan is rondom de verleging van de kredietstatus. Amerika is in zijn eer aangetast. En de psychologie is nog steeds een belangrijke factor op de beurs. Voor de gewoonwij rustige vakantieperiode op de zaak is het nou behoorlijk druk. Sommige klanten die worden misschien wat ongeruster dan normaal. En die bel je eens op en die steen we te wut. We hebben de Auron weekend al wat meer liquiditeit in de portefeuilles opbouwd. Dus het giet bij u eigenlijk heel rustig. Hier en daar verkeepjes wat in de portefeuilles. En wij wachten nou onze kansen af. En meisje de meesten op straat te haren los zwargen? Volg je het nice over de beurzen een beetje? Daar word ik strandziek van zo langzamerhand. Waarom? Nou, ze jutten kan ik volgens mij gewoon op. Je ziet dus dat wij in Nederland, dus vooral de ouderen, dat die dus steeds minder krijgen. En, nou, als wij dus meer moeten bijdragen in de Europese pot, ja, dan zullen wij dat als eerste merken. De kinderopvang en neem maar op. En alles wordt duurder, dus ja, dan is maar de vraag, kunnen mensen straks hun resten nog betalen? Ik denk wel dat we die kant aan opgaan, dat we nog kritischer naar onze beurs moeten gaan zien. Van ja, wij kunnen wollen besparen en wij net. Akkerman denkt dat de baaien van de malaise hast in zicht is. En dan is het correct voordelig om weer van alles te keepen. Maar de situatie op de beurzen zou nog wel eens een stutje krijgen kunnen. Deze situatie op de financiële markten, die kan zwargen voor een eventuele recessie. En daar komen we eigenlijk correct uit natuurlijk, naar de kredietcrisis van 2008 en 2009. En dat zou natuurlijk heel jammer wezen, want dan krijg je wel twee heel snel achter elkaar.